heeft een verharding van het hart bij hen aangetoond, hè, waar hij toornig en verdrietig tegelijk over geweest is. Hier zie je bij deze schriftgeleerden dat ze, als ware ook vanuit die verharding van het hart, tegen eigen besef in, want ze zien het toch en ze horen het toch, Jezus afwijzen en hem dan zelf lasten. Waarom is dat zo zwaar? Omdat ze daarmee ook de toegang tot Jezus voor anderen tegenhouden. Het is nog te daaraan toe dat iemand dat in zijn hart afwijst. Daar kan God in de levensweg van een mens, kan hij daar nog mee afrekenen, bij wijze van spreken. Maar wie lastert, maakt voor anderen die toegang. Het gaat ook om het lasten, hè? Het gaat niet zozeer om het ongeloof. Om het ongeloof, nee. Hè? Het gaat meer om het lasteren. Het gaat om het lasteren. Het gaat ook om het verschil, inderdaad. Dat de eeuwigheid schuldig des eeuwige oordeels. Ja, 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 dus. Ja, nee. Met andere woorden, ja. Dat is absoluut niet aanvaardbaar voor God, omdat je jezelf terugtrekt van het heil en de genade die wil is één ding, ja. Dat je door Jezus eer aan te tasten, ja. De ja. Toegang voor anderen onmogelijk maakt, dat is voor hem absoluut niet acceptabel. Heel mooi duidelijk. En dat houdt voor mij ook in, dan laat ik dan maar even een heel ernstig woord spreken hier, dat wie in het openbaar zegt dat Jezus niet de Zoon van God is, wie in het openbaar zegt dat Jezus niet opgestaan is uit de doden, naar mijn gevoel, lastert tegen de Heilige Geest. Wie zegt dat hij deze dingen gedaan heeft door zijn eigen geest, of bevangen door een illusie, of dat het alleen maar een fantasie is geweest van de discipelen, lastert tegen de Heilige Geest. Wie dus een oordeel zich aanmatigt over Jezus en dan zegt, ja, maar het stelt allemaal niks voor, het is eigenlijk alleen maar een vorm van fanatisme of van godsdienstwaanzin of wat dan ook. Meer om de uitspraak. Die zegt in feite, hij heeft een onreine geest. En ik zie dat als een lastering tegen de Heilige Geest, met name omdat het voor anderen die dat horen, de toegang tot Jezus verhindert en daarmee de toegang tot genezing en genade verhindert. Ja. Maar, de tekst gaat nog even door, vers 30, want zij zeiden heeft een onreine geest, toevoeging om te laten merken waarom inderdaad deze schriftgeleerden lasteren tegen de Heilige Geest, want ze zeggen hij heeft een onreine geest. Dan in vers 31, toen kwamen zijn broeders en zijn moeder en buitenstaande zonden zich tot hem en riepen hem. Dan zie je meteen dat degene die hem bestonden, van vers 21, dus degene die hem daarbij waren, dat dat niet zijn familie kan zijn, want die treedt hier pas op. Zo kwamen dan zijn broeders en zijn moeder en buitenstaanden buiten het huis. Let wel, die zijn dus intussen van Nazareth naar Capernaum getrokken. Let wel, die zijn dus nu van Nazareth naar Capernaum getrokken. En die staan buiten dat huis. En die laten iemand naar binnen gaan om Jezus te roepen. En zonden zij tot hem en riepen hem. Vers 32. En de scharen zat rondom hem. Die hele menigte zit rondom hem. Jezus in het midden. En hij is daar ongetwijfeld aan het leren geweest. En ze zeiden tot hem, zie, uw moeder en uw broeders daar buiten zoeken u. Nou ja, wat is de bedoeling daarvan? Om Jezus voor zichzelf te claimen. Om Jezus weg te halen uit die missie. Om te zeggen van, Jezus, kom een keertje thuis, jongen. En bemoei je ook eens een keer met de dingen waar wij mee bezig zijn. Vader Jozef kan het werk niet aan wat hij heeft. En jij was toch ook timmerman? Wat ben je nou aan het doen? Ben je nou aan het rondtrekken? Kom dan af en toe ook gewoon eens thuis. Zo verder nog wel eens. Leerlingen van de rabbijnen door hun familie gesommeerd om een keer thuis te komen, als het oogsttijd was, hè, van hou nu maar even op met leren en kom nou eens even naar huis. De broeders en zijn moeder hebben geen idee van de missie van Jezus en wat hier allemaal aan het beginnen is. Vers 33, en hij antwoordde hun zeggende, wie is mijn moeder of mijn broeders? Ja, dus de centrale vraag, ja, mijn familieleden hebben mij nodig. Maar wie is nou precies mijn familieleden? Is dit Jezus van Nazareth die bij zijn familie thuis hoort? Of is dit de Zoon van God die bij zijn volk thuis hoort? 34, en rondom overzien hebbende die om hem zaten. Dus hij kijkt naar al die mensen. En dan komt de uitspraak. Zeide hij, zie, mijn moeder en mijn broeders, Israël als geheel is zijn familie, is zijn volk. Vers 35, want zo wie de wil Gods doet, die is mijn broeder en mijn zuster
en mijn moeder. Jezus komt om het verlorene te redden en hij sluit zich aan bij al diegenen die God wil willen doen. Dat wordt zijn kahal. En daar kan de familie, die binnen die bestaande verhoudingen geen verandering brengt natuurlijk, die familie kan daar niks op afdingen. Die kan hem wel wegtrekken van die hoge roeping, maar die kan geen voorrangspositie claimen. En zijn moeder en zijn broer staan daar ongetwijfeld om een voorrangspositie te claimen. En als ware te zeggen, je hebt je nou lang genoeg bezig gehouden met het koninkrijk van God. Nou wordt het tijd om gewoon weer eens aan je familie te denken. En dan zegt Jezus, maar wacht even, wie was ik ook alweer? Tegen zijn moeder en zijn broers in zekere zin, wie was ik nou ook alweer? Het is het evangelie van de Zoon van God, van de Messias die komen zou, van de engel van de Heer die God voor het aangezicht van Israël uitgezonden heeft, om dat volk mee te nemen het koninkrijk binnen. Dat is Jezus. En dan moet Jezus zeggen, mijn familie is nu geworden iedereen die de wil van God doet. Daar hoor ik thuis, daar hoor ik in het midden van hem te zijn. Tot zover Marcus 3. Thank you.